adembenemende wolkenluchten in Nederland. Zo'n 60.000 mensen zijn geëvacueerd door bosbranden in Californië. En een enorme ijsstorm zorgt voor veel schade in onder andere Oklahoma. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Afgelopen weken werden met name het westen en het noorden van ons land getrakteerd op spectaculaire wolkenluchten. Er waren verschillende indrukwekkende structuren te zien. Op Terschelling werd bijvoorbeeld een ware whale's mouth gefotografeerd. Maar de meest spectaculaire plaatjes kwamen binnen uit de buurt van Amsterdam. Het leek net of Schiphol zou worden opgeslokt door een enorm ruimteschip. Een enorme evacuatie in Californië vanwege natuurbranden. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. In veel delen geldt code rood vanwege groot brandgevaar door harde wind en extreme hitte. Harde wind zorgt ervoor dat de brand zich razendsnel kan verspreiden. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. In onder andere Oklahoma heeft afgelopen week een flinke ijsstorm huisgehouden. En dat terwijl het een paar dagen eerder nog bijna 30 graden was. Maar daar was deze week niets meer van te merken. Bomen en elektriciteitsmasten lagen om, waardoor hele steden zonder stroom kwamen te zitten. De hoeveelheid ijs nam zo snel toe dat zelfs kleine diertjes geen kans maakten. Dat waren alweer de 3 meest spraakmakende fenomenen van deze week. Maar volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot dan!